Als Nederlandse vrouwen 40 worden, dan doen ze steeds meer aan hun uiterlijk. Waarom weet ik niet, maar naast botox en plastische chirurgie zijn er meer methodes om je een jong gevoel te geven. Kijk maar naar het volgende filmpje. Met name hier zo bij de kraaienpootjes, kijk maar hier. Dit is Patrice Post. Ze is 42 jaar. Net als veel vrouwen boven die leeftijd, wil ook zij er graag jong uit blijven zien. Deze twee vingers, je wijsvinger en je middelvinger, die zet je naast je oogleden. Ja. En dan maak je spleetjes. En dat is tegen kraaienpoten? Ja, ja. Patrice is tegen elke vorm van plastische chirurgie. Volgens haar zijn er veel betere en goedkopere methodes om jong te blijven. Ja, dat klopt. En dit doet u eigenlijk ook om jong te blijven? Ja, ik noem het maskers van de groenteboer. Ik vind het juist een sport om zo simpel mogelijk en zo goedkoop mogelijk jong te blijven. Waarom doet u dit? Voor een soepele huid. Mm-hmm. Maar als je dit niet zou doen, zou je dan lelijk worden? Nou, nee. Het gaat om je uitstraling en ik vind het ook leuk om mee bezig te zijn. Ik ga nu het masker van mijn gezicht afhalen. En dat doe ik met lauw water. Ja. Raakt u gootsteen dan nooit verstopt? Nee hoor. Nee, want het zijn hele kleine stukjes. Naast haar dagelijkse eierpapje heeft Patrice nog een methode ontdekt om langer jong te blijven. Ik doe aan gezichtsfitness. Mm-hmm. Dat is spieroefeningen voor je spieren in je gezicht. Waar gaat u nu naartoe? Heeft u een afspraak? Ja, ik ga cursus geven op de Volksuniversiteit. Een cursus natuurlijke facelift. Vanmiddag zijn er 6 cursisten. Dus ik neem 6 spiegels mee. Maar u grijpt elke mogelijkheid aan om je gezichtsspieren te trainen? Ik? Ik doe het in een tussendoor. Doe ik dat voor de tv, onder de douche, in de auto ook. Daar heb ik een speciale mond, of ja, gezichtstrainer voor. Dit apparaatje. Hiermee kun je heel goed je mondspier, je kringspier die hier rondom je mond loopt, heel makkelijk mee trainen. Jong blijven, hoe belangrijk is dat voor u? Want u bent er echt bewust mee bezig. Ja, ik ben er bewust mee bezig, omdat me dat een jeugdig gevoel geeft. En wat mist u in uw jeugd? Of uit uw jeugd? Ja, misschien het onbezorgde. Maar goed, daar krijg ik er natuurlijk niet mee terug. Het is wel voldoende, want ik voel mijn spieren helemaal branden. Waar dient deze oefening voor? Om je wangspieren te trainen. Dus je lachrimpeltjes, dat je die vervaagt. Maar zijn er geen hygiënische manieren om dat te trainen? Want met botox ben je er gelijk vanaf. Nou ja, als het goed is wil niemand hier in de groep botox gebruiken. En wij trainen het juist op een vrij simpele manier. Je zet hem in je mond met de bolle kant naar buiten. En je haakt deze dingetjes in je mondhoeken. En dan zeg je oma, 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 oma. En bent u al oma? Ik? Ja? Nee. Oh, niet? Nee. Ja. Oké, okay, nee. Maar je duwt met je mondhoek. Oma, oma, oma. Ja, je kan hem ook uit elkaar halen en schoonmaken. Kan je iets meer zo? Ja. En dan ga je knipperen. 10 keer. Dan knijp je je ogen echt heel erg sterk dicht. En dan doe je 10 tellen. Ik wil naar beneden doen. Dat valt niet mee voor mij. Dus ja, ik moet er echt heel veel aandacht aan besteden. Ja. Maar dit is dus ook goed om dit met name te liften, zeg maar. Zijn uw rimpels nu weg? Nou, nog niet. Maar ik hoop dat het iets minder wordt. Deze waren het, hè? Ja, zo vast om het nog extra te versterken. Kijk maar niet naar de camera. Het is niet goed voor uw lachrimpels, hè? Nee. Als mijn man bijvoorbeeld aan het rijden is, dan zit ik gewoon een paar oefeningen. Als ik aan het denken even te doen in de auto. Ja. En denkt uw man dan niet, die is helemaal gek geworden? Nee, dat weet u al.
Als ik u over 10 jaar tegenkom, ziet u er dan ook 10 jaar jonger uit? Nou, ik hoop dat ik in ieder geval er even goed of beter uitzie als nu. Mm-hmm. En nou goed, ja, daar ga ik in ieder geval voor. Mm-hmm.